Dernalet Iona Edwards van de politieke partij NDP vraagt aandacht in de Nationale Assemblée voor de situatie in ons binnenland. Het gaat daar hierbij om de vliegvelden die niet in orde zijn. We voeren u terug naar dit moment in de Nationale Assemblée. De minister had het over een nota van wijziging die mogelijk wordt gestuurd naar DNA. Voorzitter, ik wil pleiten voor infrastructuur, vooral de belangrijke verbindingswegen, zoals Sanderij-Apura. We staan aan het begin van een grote regentijd, voorzitter, en die weg is in zeer slechte staat. Wat zijn de afspraken met de houtconcessionarissen? Wat is hun bijdrage, voorzitter, via u en de minister? Verder is er, weten we dat er 0 SRD is opgebracht op de begroting voor onderhoud van vliegbanen in het binnenland, voorzitter. Ik vraag bijzonder, nogmaals bijzonder aandacht ook voor de vliegbanen in het binnenland. Ik krijg al apps van een kapitein. Die aangeeft, voorzitter, nu al zonder eten te zitten, omdat hij al 2 jaren lang last heeft van wateroverlast. En van het jaar dat er zeker weer zijn aanplant wordt vernietigd. Hij zit nu al zonder eten, voorzitter. We hebben de verhaaltjes gehoord van Sipaliwini Savannah, die moet leven van noten en manias. Voorzitter, ik vraag bijzonder aandacht voor deze mensen. Dank u.